Hallo, ik ben Yara. Ik ben 18 jaar en ik ben een van de nieuwe blikopeners van het Stedelijk Museum. Vandaag zijn we ook bij het Stedelijk Museum bij de opening van Daan Kamerman, haar expositie. Daan Kamerman heeft vorig jaar gewonnen in de categorie Expo bij Kunstbende. En we gaan het kijken. Veel zin in! Ik ga jullie vragen om een beetje dichterbij te komen. Wat is Kunstbende? Kunstbende is de wedstrijd voor jong creatief talent in Nederland in allerlei categorieën. En de grote winnaar van Kunstbende Expo mag dus exposeren in het Stedelijk Museum. Al deze mensen zijn hier speciaal voor jou gekomen. Het is helemaal uitverkocht, 150 tickets. Nou zie ik, de hele zaal staat vol. Eén dag in het Stedelijk en nu al beroemd, dus fantastisch. Dit is een privé cadeautje voor jou. Hoi. Ik ga je een paar vragen stellen over Daan. Hoe vond je het om Daan te coachen? Het was een plezier om Daan te coachen. Ze was echt aan het onderzoeken wat ze met het materiaal kon doen. Ze is heel flexibel. De meeste mensen die vinden het moeilijk om hun darlings te killen, om het zo te zeggen. En zij was daar open voor, wat ik echt wel heel mooi vond. Een hele professionele houding had ze ten opzichte van haar eigen werk. Ja, daardoor had ik ook meteen respect voor haar en was samenwerking heel gemakkelijk. Hoe ging de samenwerking met Daan? Hartstikke leuk. Ik had Daan al gezien tijdens de Kunstbendefinale, dus ik kende haar werk al. En kort daarna hebben we haar uitgenodigd en zijn we met blikopeners heel snel in gesprek gegaan en foto's uit gaan delen om te kijken waar we elkaar konden vinden en hoe we Daans werk mooist in het museum konden laten zien. En was het een soepele samenwerking? Ja, het was vooral heel leuk omdat Daan net zo oud is als de blikopeners. Dus dat we heel snel heel veel overeenkomsten vonden, denk ik. En ook veel dezelfde ideeën hadden of elkaars ideeën in ieder geval heel tof vonden. Dus dat was heel goed. Mooi, wat waren de hoogtepunten? Het allerleukste vond ik de eerste keer dat Daan bij ons kwam. Want toen hebben we allemaal een foto van onszelf meegenomen waarin we ons kwetsbaar lieten zien. En misschien een foto die we juist wel of juist totaal niet online durfden te zetten. En dat was wel echt een vette ijsbreker om elkaar te leren kennen op die manier. Daan, hoe gaat het? Ja, nu heel goed. Ik voel me echt heel opgelucht en trots. Ik verbaas me er echt over ook hoeveel samenwerking er is. En van alle kanten gewoon, iedereen is super behulpzaam en lief. En het is gewoon heel gezellig. Ik vind het jammer dat het voorbij is. Ja, maar ja, heb je het gevoel dat het hierna echt helemaal voorbij is? Nou, misschien is het al een begin. Ik had het er net ook met je begeleidster over dat je eerste ding waar je mee had gewonnen bij Kunstbende, dat waren allemaal zelfportretten, eigenlijk veel zelfportretten. En hier minder. En was dat een bewuste keuze? Of? Het gaat natuurlijk, de hele expositie gaat over hoe we elkaar zien, maar natuurlijk ook hoe ik mezelf zie. Want het is net zoals met social media, je deelt ook jezelf. En het past er eigenlijk wel heel erg goed in. Het geeft een veel meer completer beeld van ja, mijn generatie of mijn vriendengroep, want daar zit ik natuurlijk zelf ook in. Sowieso de foto's waar mijn vriendin Jip op staat, vind ik echt, ja, die zijn me heel dierbaar. Een vriendinnetje die heel ziek is. En artsen snappen eigenlijk niet wat er aan de hand is. Dus het is best wel spannend. Ik vind het heel bijzonder dat ik haar zo mag portretteren. En ze zegt zelf dat ze de laatste tijd heel slecht tegen foto's kan waar ze zelf op staat. Omdat ze het heel confronterend vindt. En een tijdje geleden zei ze dat ze dat bij mijn foto's niet heeft. En dat vond ik echt een waanzinnig compliment. Heb je nog tips voor de finalisten van dit jaar? Ja, het klinkt heel cliché, maar ik had echt heel erg niet verwacht dat ik zou winnen, want ik had echt een heel groot muur vol en het was helemaal niet positief of niet vrolijk. En ik had gedacht, ja, als je meedoet met Kunstbende, dan moet je, want ik ben vaker wezen kijken en dat zijn dan kleine werken en veel detail of zo. En ik had het gevoel dat het bij mij er helemaal niet tussen paste. Maar misschien werkt dat juist wel, dus ja, niet twijfelen, gewoon proberen. Gewoon doen.